jaar raakte ik mijn baan kwijt. En om toch iets nuttigs te kunnen doen, heb ik me aangemeld bij het Sociaal Kernteam. Het Sociaal Kernteam is er voor alle inwoners van de gemeente Overbetuwe. Wat wij graag willen is dat we u kunnen helpen met alle vragen die u heeft. Maakt niet uit wat voor een vragen. Hetgeen wat wij doen is dat we bij u thuis op bezoek komen en dan gaan we samen kijken wat er speelt. Wij proberen u te helpen om samen een oplossing te bedenken en misschien kunnen we dat met z'n tweeën en misschien hebben we daar iemand anders voor nodig. Het kan ook zijn dat u denkt van nou, ik wil iets betekenen. Dat kan. Er zijn dan eigenlijk twee opties. U kunt dan vrijwilliger worden binnen het kernteam of u kunt als vrijwilliger een inwoner van de gemeente Overbetuwe ondersteunen. Die contacten zijn zeer waardevol. Als je als inwoner elkaar kan helpen, is dat ontzettend fijn. Ja, het is heel leuk om samen met Ineke dingen te doen. Gewoon gezellig thuis of winkelen of wandelen. En dat je met heel kleine dingen iemand heel blij kunt maken. Dat vind ik heel leuk om te doen en ook heel dankbaar om te doen. Het Sociaal Kernteam bestaat uit een mix van professionals en vrijwilligers. De vrijwilligers komen vaak uit deze omgeving en kennen de buurt en de inwoners dus goed. Als u een hulpvraag heeft, kom dan naar ons toe of neem telefonisch contact op. Wij kijken graag met u samen naar de situatie. U kunt niet alleen voor vragen voor uzelf terecht bij het kernteam, maar ook vragen voor bijvoorbeeld familieleden, buren of kennissen.